Mats, gefeliciteerd. Een uitstekende oefenoverwinning op de Leekster Eagles, de Adelaars uit het Hoge Noorden. Tikkie geflatteerd misschien de uitslag. Vond je? Ja, wel verdiend. Ja, voor mijn gevoel, ik had het iets anders eigenlijk, maar dat komt meer... ik had gewoon eigenlijk het gevoel dat we wel de hele wedstrijd overwicht hadden. Ja. Goede tegenstander in de zin van, ze gingen er volle bak voor. En voor ons, het is de eerste oefenwedstrijd van het seizoen. Ja, even kijken hoe de hoop nieuwe jongens, even kijken hoe het allemaal gaat lopen. Maar ja, voor mijn gevoel, het voelt niet heel geflatteerd. Nee, je zegt het terecht al, net begonnen, eerste oefenwedstrijd. Toch heb ik het idee dat een aantal spelers, waaronder jij, de afgelopen periode het lichaam goed verzorgd hebben. En de conditie op peil gehouden. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat het enigste is wat we hebben kunnen doen, zeg maar, de afgelopen tijd. En we weten allemaal dat het een heel belangrijk en hopelijk mooi seizoen aankomt. Ja. Dus iedereen wil zo goed mogelijk voor de dag komen. Ja. Zowel nationaal als internationaal, want Hovel Cubo mag ook dit seizoen weer uitkomen in de Champions League. Ja. En last but not least, deze Horense vereniging herbergt ook nog een aantal internationals die half januari in eigen land aan het bak mogen voor het EK. Ja. Ja, dat is ook wat ik bedoelde met een mooi seizoen, een druk seizoen. Heel veel van ons gaan waarschijnlijk een EK spelen. En ja, dat is eigenlijk voor de gevraagd ook. Iedereen wil nu gewoon zo goed mogelijk voor de dag komen. Zowel fysiek als met het team. En ik denk dat de eerste stap gezet is. Welkom thuis. Dankjewel. Ik waardeer het, dankjewel. Ja, want zo is het, hè. Hovel Cubo toch een beetje je clubje. Maar sowieso, zaalvoetbal in eigen land is toch mooi. Na je avontuur in Indonesië. Zeker, 100%. Het voelt weer goed om thuis te zijn. Letterlijk en figuurlijk. En ik heb 2 jaar mogen genieten in Indonesië. Maar ik heb Hovel Cubo natuurlijk altijd gevolgd. Ja. Mede dankzij jou. Dank je wel daarvoor. En, in het buitenland, hè? Met ja, zeker. Met mijn livestreams en noem maar op. Dus dat was wel top. Ja, ontzettend veel geleerd in Indonesië. Een goede competitie daar. Nu teruggekeerd hier bij Hovel Cubo. Waar je meteen in de armen genomen werd door je ploeggenoten en ook door de trainer-coach. Maar nu moet het gebeuren. Dit is het seizoen voor en Hovel Cubo, maar ook voor jou als zaalvoetbal international. Zeker. Ik ben toen destijds naar Hovel Cubo gekomen om prijzen te pakken. Dat is natuurlijk nog steeds zo. Daar gaan we 100% voor. En de vertrouwen van de trainer naar de groep toe en van de groep naar mij toe. Ik ben met open arm ontvangen door alles en iedereen. Ook achter de schermen, de mensen die keihard werken. Ja. Dat waardeer ik enorm. En nu ga ik dat proberen uit te betalen op het veld straks, hopelijk. Ja, waarbij ik aan je spel vandaag kon zien dat je gewoon goed bent, maar nog steeds dat zakelijke in je hebt. Is dat iets wat je meegenomen hebt uit Indonesië? Denk het wel, eerlijk gezegd. Tuurlijk, je wordt ook wat ouder. Je kijkt de heel duvel veel. Is oud. Nee, maar wat ik wil zeggen is, je wordt ook wat wijzer. En automatisch daar in dat land is het natuurlijk prestatiegericht. Ja. Hier ook, maar daar train je 2 keer per dag en dat soort dingen. Dan ook jouw teamgenoten zijn super zakelijk. Alles voor de winst. En dat neem je gewoon mee en... Dat probeer ik de jongens ook straks gaan mee te geven, zeg maar. Gaat dat een voordeel zijn straks in de competitie? Tuurlijk. We hebben een geweldige groep. Nu moeten we het gaan laten zien. En ik ben 100% overtuigd dat dat gaat gebeuren. En met mij voorop natuurlijk volop in de strijd. En gewoon de jongens meenemen. En ik heb er gewoon volle vertrouwen in. Ja. We gaan er gewoon vol voor. En, ik zei al, tijdens de wedstrijd in het veld, heel zakelijk, heel geconcentreerd. Maar buiten de lijnen heb ik je alleen maar met een glimlach van oor tot oor gezien. Ja, dat is altijd zo. Echt, ja, he? Tuurlijk. Zoals ik al zei, natuurlijk lekker thuiskomen. Dit is wat ik wilde en wat de club wilde. Dus die jongens ook fijn om mee te werken. Meer dan de helft ken ik al. Eigenlijk iedereen ken ik al van het Nederlands team. Van de buurt, we hebben heel veel Rotterdams natuurlijk. Ja. Met een nieuwe talent erbij, Amin. Geweldige speler. Zulke gasten probeer je ook straks te gaan helpen natuurlijk. Om mooie stappen te gaan maken. En daar moet je van genieten en dat doe ik. Elke seconde, elke minuut.
Ja, Sander, een smile van oor tot oor, dat heeft meerdere redenen. Een van de redenen is dat je gelukkig weer met die jongens aan de slag kan. Maar dat is de reden, weet je, dat we eindelijk weer mogen. En we hebben lekker getraind van de week 2 keer en nog niet helemaal compleet. Maar als je dan zoals nu vandaag gewoon lekker de wedstrijd weer kan spelen en ook tegen een tegenstander die ook lekker wil voetballen en ook strijd geeft en ook daar echt een wedstrijd van maakt, nou, dan is dat natuurlijk wat ik in ieder geval heel lang gemist heb en ik denk iedere zaterdag wel liever wil. Wat ik tegen je aanvoerder Mats Velsenboer ook al zei, ik heb het idee dat een aantal van je spelers zichzelf goed verzorgd en onderhouden hebben tijdens de vakantieperiode. Ja, zeker, zeker. Ja, er is altijd een verschil. De een is wat fitter dan de ander. De jongens, een groot deel van de groep heeft natuurlijk ook doorgetraind met het Nederlands team. Dat is zeker een voordeel. Andere jongens hebben op hun eigen manier hebben ze zich voorbereid en zijn fit. Dat toont dat we gewoon lekker kunnen voetballen en dat we gewoon ook lekker tot het einde door kunnen gaan. Dus nee, zeker qua fitheid. We gaan natuurlijk nog meters moeten maken, dat snappen we. Maar waar we nu staan en hoe we nu bezig zijn, dat ligt zeker op koers. Waarbij we eindelijk weer een seizoen gaan meemaken waarbij er gewoon publiek op de banken zit. Ja. Dat was vandaag bij deze oefenwedstrijd ook al het geval onder voorwaarden. Maar veel belangrijker is, het is natuurlijk een super belangrijk seizoen voor Halve Kubo, maar ook voor je spelers. Ja. Nationaal wil je presteren, internationaal in de Champions League en je herbergt een aantal internationals. Ja, goed, je zegt het ook exact goed. We hebben niet alleen veel internationals, maar we hebben ook een vrij grote groep. We hebben een aantal nieuwe jongens erbij, oude vertrouwde gezichten terug. Dus de mengeling, zeg maar, zoals die is en de samenstelling is gewoon hartstikke goed. We gaan iedereen nodig hebben dit jaar, dat is duidelijk. Ja. En een heel zwaar programma voor onze internationals, maar met een hele, hele leuke uitdaging. Natuurlijk in Nederland het EK. Dus ja, we gaan het gewoon managen met elkaar en hopen dat we, zeg maar, de opbouw met elkaar goed doen. Zodat we iedereen ook zo fit mogelijk aan die streep kunnen krijgen. Alleen onderweg is het minstens zo belangrijk, want het begint bij je club dat wij met Halve Kubo gewoon goede prestaties leveren. Ja. Ja, en daar gaan we natuurlijk ook vanuit, zeker met deze groep mag je dat ook gewoon verwachten. Maar ik kijk ook enorm uit naar leuke wedstrijden in de Nederlandse competitie, maar zeker ook naar de Champions League. Je verklaart eigenlijk meteen al waarom je zo'n grote groep hebt, want je hebt ze straks allemaal nodig. Want er waren natuurlijk wel wat geluiden in Nederland van dat Halve Kubo, dat is maar aan het inkopen en aan het inkopen. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen dat dan beroepen op misschien wel jaloezie of op onwetendheid. Maar er zijn heel veel jongens die al bij ons gespeeld hebben, die heel graag weer terug wilden komen. Ismaël Bakkali. Bijvoorbeeld, maar ook een Karim Ozzowi of bijvoorbeeld een Joshua Sint-Juste voor de derde keer om wat te noemen. Ja. Dus ja, die jongens die willen gewoon, die weten wat ze bij Halve Kubo kunnen verwachten. En die willen spelen. Ja, gewoon in de top spelen, maar ook op een hele plezierige manier samenwerken met elkaar. Ja, en als dat dan samensmelt en er komen nog een aantal jonge talenten bij, zeg maar, die zich dan wel zelf aandienen of zich hebben geprofileerd op een testtraining of iets dergelijks. Denk aan Amin, ik denk ook aan Melvin. Ja, als die zich zo aandienen, dan krijg je natuurlijk een iets grotere groep dan misschien wel van vooraf gedacht. Maar ik denk dat het juist ideaal is, en zeker in dit seizoen, wat er toch heel veel gevraagd wordt, ook van de internationals, zul je gewoon heel veel spelers nodig hebben. En dan lijkt het heel veel, met alle respect, wat jij misschien wel weet vanuit het Horensen, we zijn enorm hard aan het timmeren, zeg maar, met de jeugd. Dus we willen niks liever als mensen uit de eigen regio, maar die mensen moeten er wel zijn op het juiste niveau en moeten ook willen dan. Dus ja, als dat niet het geval is en er komen mensen van buitenaf naar ons toe, omdat ze ook weer top van Nederland willen spelen, ja, dan gaat dat zo. En zo werkt dat dan gewoon tot Simpel. Slot. Het is het begin nog maar van de oefencampagne. Ja. Nou was dit een relatief eenvoudige horde, het sympathieke Leekster Eagles. Maar je hebt ook een aantal behoorlijke hordes op je pad neergelegd. Te beginnen aanstaande maandag uit in Volendam. Ja, goed, we hebben een aantal. Die zijn altijd lastig. Ja, ze zijn altijd lastig, maar dat maakt het ook wel leuk. En zoals jij weet, Leo, ken ik Jan Hoek maar ontzettend goed. Ja. En het is echt, we kruisen elkaar vaker natuurlijk al jarenlang. Dit is altijd een nuttige oefenwedstrijd, zowel voor Volendam als voor ons. Ik denk dat Leek hier ook heel veel van opgestoken heeft. Dus het is altijd goed om dit degens te kruisen op die manier. Maar er zijn meer lastige tegenstanders, onder andere ook ASV Leeuwen waar we tegen oefenen. Real Noorderwijk natuurlijk. We hebben, Cagemax. Ja, precies. In mijn beleving de gedoodverfde favoriet voor de titel in de eerste divisie. Dus ook een mooi meedoment. Ja, en natuurlijk het toetje wat ik ook naar uitkijk is dan de nummer 2 van Frankrijk, Lille. Die hier naar horen komt. En dat is zeker de bezichtiging waard. Want dat hebben we vorig jaar met Halle Gooit gezien in een 5-5 wedstrijd. Ja, daar zat alles in. En ik hoop eigenlijk op een soortgelijke wedstrijd.